Maak een uitgangspositie dat je goed kan afzetten. Dus niet eerst je rondbrengen, want dan ben je kracht kwijt. Massa creëren en dan de versnelling. Dus kracht is massa maar versnelling, daar gaan we doen. Ja? Oké. Okay. Hey, timmerman. Hey. Lijkt meer timmeren. Dan schaatsen voorbereiden. Ja, klopt. Maar ja, dat moet gebeuren. Hè. Moet wel stevig liggen, anders blijf je bezig. Dit had je nog thuis ook kunnen doen, Lisette. Dit? Ja. Maar nu doe ik het voor mezelf. Ja, nou, dit is circuittraining. Ja, we gaan dan met zandbam verschillende oefeningen doen. Inveren, opstappen. En dat is vrij pittig. En daarna doen we een serie planken erachter. Bij elke oefening. En dat doen we dan keer twee, zeg maar. En dat is vrij pittig, ja. Het zijn verschillende gewichten, zeg maar. En bij de ene oefening heb je een ander gewicht nodig dan bij de andere. En nou ja, het is de bedoeling, zeg maar, dat je je hoeken traint. En door die gewichten wordt het extra verzwaard. En zonder de banden zijn, dan is het extra makkelijk, zeg maar, voor op het ijs. En toch blijven met je knie onder je sleutelbeen. Wat zijn dat nou voor zakjes, Michael, precies? Zakjes zand. En wie stopt het zand erin? De zandmannetjes. Hoeveel kilo was dat? Volgens mij was die 26. Dus niet echt comfortabel mee te springen. Zeker geen 50 herhalingen. Maar ja, we hebben het zelf allemaal in een grijs verleden een keertje gevuld. En ja, overal een beetje zand verzamelen en lood van die blokjes, weet je, om banden mee uit te balanceren. En dan lekker gewicht erin gooien. En dan heb je allemaal een hele verzameling banden om ja, de zaterdag ook mee te vullen. Ja. Goeie. Denk je aan schaatsen bij dit soort oefeningen, Linda? Ja, absoluut. Absoluut, ja. Ja, het is hartstikke leuk om te doen, maar ja, wel met schaatsen in de achtergrond, in mijn achterhoofd. Jij bent iemand die al jaren in de subtop zit, al jaren in dit gewest, in deze ploeg. Is het ieder jaar moeilijker of is het ieder jaar makkelijker? Ja, dat vind ik best een lastige vraag. Nou, eigenlijk, de trainingen worden makkelijker, tussen haakjes. Je zoekt andere uitdagingen en ik weet nog al de eerste twee jaren was het mijn trainingen overleven. En nu is het kwaliteit leveren en dat maakt het leuker. Jij komt uit Jong Oranje, je bent dus nieuw in deze ploeg. Schrik je van dit soort trainingen of ben je wel wat gewend? Nee, ik schrik hier niet van hoor. Ik heb bij Jan getraind en Jan heeft ook al zijn pittige trainingen ertussen zitten. Ja, dit team wordt al jaren geroemd door iedereen die hier kort of lang gezeten heeft. Kan jij nog beter? Merk je dat je nog beter kan dan vorig jaar? Want dan komen de Olympische Spelen in zicht. Nou, ik kan absoluut beter. Ik ben niet bezig met de Olympische Spelen, maar ik kan absoluut beter. Want ik ben nog maar net op dat niveau en ik kan er nog heel veel uitbouwen. Er zijn nog heel veel punten waarop ik kan verbeteren. En dat is maar goed ook, want anders dan kan ik beter stoppen. Trainen nou bijvoorbeeld Art en Kees hier ook met dit soort zandzakken en autobanden? Kees Verkerk, die deed het wel. Kees Verkerk deed het ook, ja, dat heb ik begrepen. Die ging de heuvels ook op. Met, ook een Zuid-Hollander, hè? Ja, maar van Art Schenk weet ik het niet, maar van Kees Verkerk weet ik het wel, ja. Dus daar maar aan vasthouden, aan die goede oude tijd.
Ja, misschien wel, maar ik bekijk het ook meer fysiologisch, wat er fysiologisch gebeurt. En dit zijn voor weinig geld kan je dus leuke trainingen doen en dat heeft een voordeel dus. En de blessurepreventie is daar optimaal, dus je zal hier geen blessures van krijgen. En je moet ze heel houden en dan blijven ze het beste.